wil ik eigenlijk in eerste instantie het woord geven aan de burgemeester. Namens het hele gemeentebestuur, maar ik denk namens de hele gemeente, voor de ongelooflijke inzet van de afgelopen 12 maanden. Alsjeblieft, dank u wel. U krijgt eerst een cadeautje van mij. Dat was eigenlijk voor Creanza, maar daar heb je dan dus nou ook niet. Een mooi boekje, voor zover u het nog niet weet, met de Lierse spreuken en een persoonlijke boodschap. U mag de medaille van de vaandel afhalen. En dan komt er vast straks weer in bij. Best Lippels, in ieder geval, super bedankt. Dank u wel. De karttrekker van 2012, Prins Metal. Prins Metal. Zeg ik goed, hè? Kom maar eens even hier staan bij de vaandel. En mag ik ook u, mede namens het hele gemeentebestuur, maar ook mede waarschijnlijk namens heel de gemeente nu nog, heel hartelijk bedanken voor het mooie feest dat we in 2012 ook met jullie hebben gehad. Super bedankt, voor jou ook een klein cadeautje. En mag je medaille eraf halen. Narrekappen, bedankt voor 2012. Kom maar even lekker hier staan. Van de Wetters, ook dichterbij. Oké. Mag ik jou heel hartelijk bedanken voor 2012. Je krijgt van mij ook een cadeautje. Alsjeblieft, namens het gemeentebestuur en de hele gemeente. En uiteraard mag jij ook jullie medaille van de vaandel afhalen. Wetters, bedankt voor 2012. Als eerste de burgemeester weer de microfoon geven. En Prins Happy naar voren roepen. Als eerste Prins Happy van de Dressclippers vragen. Achter mij kijken voor de juiste sleutel. Prins Happy, ik wens jou, maar vooral ook voor Fun en alle carnavalsvierers hier in Lune met de Dressclippers samen een fantastisch carnaval. Jij krijgt van mij de sleutel van het dorp. Ben er zuinig op. Woensdag komen we weer terughalen en in de tussentijd wil ik niks van je horen. De sleutel voor Prins Happy. Mag ik ook vragen om alvast, want dat vergeten we anders dadelijk in het enthousiasme, jouw onderscheiding aan het vaandel te hangen en dan blijft hij een jaar hangen. In het midden, de deugd in het midden. Helemaal goed. Prins Happy, aan jou het korte woord. Mensen, wij gaan een geweldige carnaval tegemoet. Ik heb al voor de 10e keer op rij gehoord, vandaag is de aftrap. Ik weet niet waar die mensen de afgelopen maanden hebben uitgehangen. Maar volgens mij was onze aftrap ergens in januari al. Maar het feest wordt nog steeds mooier. Super bedankt voor deze sleutel. Het voelt als een eer. Oprecht. Hier is iemand die ik al een paar keer heb mogen meemaken tijdens feestjes. Prins Furieus, van harte welkom. Tadaa. Heel verstandig, meneer de voorzitter. Als eerste wil ik jou graag de sleutel van het dorp gaan geven. En ook voor jou geld, ben er heel zuinig op. Want het is hier te mooi. We gaan er een mooi feestje van maken. Prins Furieus, heel officieel moment. Ben zuinig op die sleutel. En ik krijg hem graag woensdag weer ongeschonden terug. Een hele fijne carnaval. En ook aan de... jou de eer om jouw dansgade aan te kondigen en misschien nog een kleine speech naar aanwezig. Nadat hij eerst zijn medaille om het vaandel heeft hangen. Ja. Aan jou de eer om nog iets te zeggen en jouw dansgade aan te kondigen. Dankjewel meneer de burgemeester. Ik wil je graag danken voor de mooie woorden. De sleutel zal ik in ieder geval ongeschonden aanstaande woensdag terugbrengen. Hij zal mijn eer dragen. Prins Sjoosje met drie O's van de Wetters. Welkom hier in de tienertent. En ja, we hebben elkaar gisteravond, of eigenlijk vanmorgen al even gezien. Dat niemand voor de neus kan staan. Prachtige bonte avond bij jullie in de MFA in Nederwetten. Hartstikke goed georganiseerd. Ik vind het knap dat er weer zo fris en fruitig uitziet.
Maar ik moet eerlijk zeggen, al die jonge meisjes van jullie danskade, gisteravond ook tot heel laat aan de slag en vanmorgen stonden ze er allemaal weer om 10 uur. Klasse, complimenten en ik ga met heel veel eer jou de sleutel van de gemeente geven. Moment. Ja, en ik moet natuurlijk opletten wat ik zeg, hè, want de burgemeester is erbij. Alles wat ik zeg staat meteen binnen een uur op Twitter, dus ik hou het ook kort. Ik heb wat je zegt, het is geweldig, dames, onze spetters van de wetters. Gisteren stonden ze nog op te treden bij ons in een mega feestaccommodatie. Vandaag zijn ze weer hier, een grote glimlach op die gezichten. Dus ik ga u graag vragen aan Jockey voor de opmarsmuziek voor onze spetters van de wetters. Want wij hebben nu een prinses, prinses Promilia. En om dit speciale moment, we zijn al vaker prinsessen geweest, maar nog niet toen ik er was. Ik vind het heel leuk dat wij ook een prinses hebben in Uden. En daarom zijn we nu voor eeuwig afgestapt van die flauwe streepjescode die jullie hebben gekregen. Jullie krijgen vanaf dit jaar officieel een sleutel, ook voor de Rad van Zaterdag. Ik wil hebben en een vrij bijzonder lid, maar die kan er vanmiddag niet bij zijn. En dan leek het ons een mooi moment om ons nieuwe lid, meneer de burgemeester Maarten Hoeven, hier even op het podium onder toeziend oog van alle prinsen. Sterker nog, Kully mag dat gaan doen. De burgemeester als nieuwe lid, nee joh. Ik wou voorstellen Promilia, want dan vindt hij veel leuker letters. Dankjewel, Zitty. De onderscheiding om te hangen als zijnde. Nieuw lid van Club 111. Hij kan vanmiddag niet, maar dat komt, denk ik, omdat hij nog niet weet wat hij mist. En meneer Lichtvoet, die weet er alles van, dus vraag ik maar eens naar. Meneer Hoeven, welkom. Nak er maar aan. Wat is een prins? Ja, een prins is eigenlijk het middelpunt. Het middelpunt, vergeet het niet, het middelpunt ben je alleen als er heel veel mensen rondom je heen staan. Als die mensen rondom je heen weg zijn, ben je nooit meer het middelpunt. Met andere woorden, zonder al die mensen zijn jullie eigenlijk helemaal niets. Het zijn heel veel dingen